mensen, welkom weer bij PokéHunters.nl en eindelijk hier de lang verwachte giveaway van de 1000 subscribers. Sorry dat ik daarmee heel lang gewacht heb. Het was eigenlijk best wel een drukke tijd voor mij de afgelopen paar weken. Ik zat met tentamens, et cetera. En ik ben nu al eigenlijk over de 1250 subscribers heen. En ik ben ontzettend dankbaar voor iedereen die mij volgt en die mijn filmpjes liked en ze allemaal leuk vindt. Ik vind het echt heel tof van jullie. Ik had echt nog nooit gedacht dat ik zover zou komen toen ik dit kanaal had begonnen. Maar laten we snel beginnen met de giveaway. Ik zal eerst even de regels uitleggen. En ik zal ze ook even in de beschrijving hieronder zetten. De eerste regel is, like even deze video. Tweede regel is, je moet gesubscribed zijn. En de derde regel is, je moet eventjes in de comments hieronder neerzetten wie jouw lievelings-Pokémon is. En je moet het wel allemaal doen, want dat ga ik controleren. Als je in de prijzen valt en je hebt bijvoorbeeld de video niet geliked, dan krijg je de prijs niet en dan gaat die naar iemand anders. Dus wel even doen allemaal. De giveaway loopt de 31ste af. Dus waarschijnlijk komt de 1e of de 2e februari dan de uitslag. Dus kijk daarvoor uit. En ik ga even beginnen met de prijzen. Er vallen trouwens 3 prijzen te winnen. De 1e, 2e en de 3e plek. En iedereen van elke plek krijgt sowieso dit dingetje. De PokéHunters NL kleine visitekaartje. Die is voor iedereen. En ook iedereen krijgt een poppetje. Maar niet iedereen krijgt hetzelfde poppetje. Dit is de 3e prijs, Samurott. En ja, er valt niet zo heel veel over te zeggen. Dit zijn de poppetjes die je uit de tin kreeg van een tijdje geleden. En ook nog een leuk dingetje die je erbij krijgt is, dit is ook alleen voor de 3e prijs, een sticker Pokédex. En hier zitten dan stickers in. En dit is in de vorm van een Pokédex. Dit dingetje heb ik gekregen bij het blad van Pokémon. En ik dacht, het is wel leuk om het weg te geven. En ook nog komen de kaarten erbij. Dit is voor de 3e plek. Je krijgt een Sigilyph Holo. Gewoon de uit Plasma Blast. En een Victory Piece. En dit is uit Plasma Storm. Allemaal mintkaarten. Gewoon in een hoesje krijgen ze ook. Dus dit is voor de 3e plek. Oh. Even wegleggen. En even kijken. De 2e plek krijgt ook het visitekaartje. En een Emboar poppetje. Ook van de tin. En ook nog zo'n speciale promo dingetje van Pokémon. Dit zijn 2 tollen en een starter rip. Ik denk dat het gewoon een soort van een Beyblade is, maar dan voor Pokémon. Met Iveltal en Xerneas erop. Deze is ook ongeopend, dus ik weet zelf niet wat er precies in zit. En nog een leuke prijs voor de 2e plek is dit. Dit is een hele oude stickervel van de allereerste 150 Pokémon. Je ziet hier volgens mij ook de datum. Dit is in 98 gemaakt. Dus dit is echt heel oud. En die krijg je erbij. En de kaarten die je erbij krijgt zijn deze holo's. Milotic. Een Lucario holo. En een Emboar holo. En je krijgt ook nog deze Staraptor FB Level X erbij. Nou, dit zijn de prijzen voor de 2e plek. En nu komen we aan bij de 1e plek. En even kijken, we beginnen ook weer met dit dingetje. En het poppetje. Hier ook de Emboar pop. En even kijken. En voor de 1e prijs heb ik in plaats van zo'n promo dingetje heb ik dit mapje. Van Entei, Suicune en Raikou. Je kan gewoon je Pokémon-kaart in bewaren. En aan de achterkant heb je Lugia en Ho-Oh. En we hebben ook een stickervel met de Poison-type Pokémon. Ook de oude. Helemaal gesealed nog. En de kaarten die je daarbij krijgt zijn deze holo.
En een Victini EX. En een Full Art Iris. Dit zijn de prijzen voor de eerste plek. En vergeet nou niet om eventjes de video te liken, te abonneren. En even in de comments te zetten wat jouw lievelings Pokémon is. Dan doe je gewoon mee. En ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Dus doe snel mee. En succes aan iedereen die meedoet. Doei doei!